Ik vond eerlijk gezegd dat dit misschien wel Max zijn beste race was. Nou, Hij jij was, haalt de woorden uit mijn mond. ja, hij was briljant al bij de start. En hij heeft, het leek wel karting. Ach, dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij Slipstream. We kijken terug op de Grand Prix van Brazilië en waarschijnlijk de 10 minuten na de Grand Prix ook. Gaan we het allemaal over hebben. Maar laten we even over iets anders beginnen, Kees. Want Mercedes, wereldkampioen bij de constructeurs voor de vijfde keer op rij. Dominant sinds we dit nieuwe motorreglement hebben. Met absolute topper, want dat is een klein beetje ondergesneeuwd. Lewis Hamilton heeft 50% van de races gewonnen die gehouden zijn met deze motor. Nou, dat is toch overmacht, of niet? Nee, dat is overmacht. Het is, nou ja, niet zo goed voor de sport. Maar daar kan Mercedes niets aan doen dat ze geen concurrentie hebben. Maar natuurlijk een geweldige felicitaties waard. Goed gedaan. Buitengewoon goed gedaan. Alhoewel het dit jaar natuurlijk, ondanks het feit dat ze veel gewonnen hebben, wat moeilijker, moeizamer ging dan in het verleden. Maar ja, je kan niet anders zeggen dan hoed af voor deze mensen. En het is natuurlijk een overmacht op de baan. Het is ook een overmacht financieel. En laat zeggen, in de werkplaats. Hè. Ja. Zoveel mensen ja. als daar werken. Ja, want ik zat gisteren toevallig iets te kijken op televisie waar ze aanwezig waren in... waar zitten ze? Brackley. En daar zitten dus gewoon een mannetje en vrouw of 30, met een gemiddelde leeftijd van 23 overigens. Die zitten allemaal koptelefoon op, computerscherm. Ze leven op Braziliaanse tijd. En dan denk ik, wat doen ze allemaal? Ja, nee, maar goed, dat mag je niet kwalijk nemen. Hè. Oh nee, ik neem ze helemaal niks kwalijk. Het mag. En ze hebben dat perfect gedaan. Ja, niets aan te doen. Ik hoop, en ik heb dat gisteren ook gezien, dat komt absoluut. Dat volgend jaar ze enorme tegenstand krijgen van een paar Oostenrijkers met een Japanse motor, hè, waar een Nederlander achter het stuur zit. Ja, de Grand Prix. Ik heb vanochtend, ik ben al door een heel wat radiostations ook gebeld, Kees. En ik begin al iedere keer te zeggen, ik vind het jammer dat jullie mij bellen, omdat we het over Max gaan hebben, wat er na de race allemaal gebeurde. Gaan wij het zo over hebben, want ik heb wel een fantastische Grand Prix gezien. En ik vind het waanzinnig jammer dat Max niets gewonnen heeft. Maar als je ziet, de top 5 reed dicht bij elkaar. Het was de hele wedstrijd spannend. Nee, we hebben geweldige. Nou ja, ik wil niet alleen zeggen de top 5. Ook achterin het veld waren enorme gevechten aan de gang in de zogenaamde B-categorie. Maar de top was ook geweldig. Hebben we het ook later over. De banden hebben een veel te grote invloed gehad op deze race. Maar het maakte voor de toeschouwer het wel heel spannend. En ja, je zegt het al. Ik vond eerlijk gezegd dat dit misschien wel Max zijn beste race was. Nou, hij was, haalt de woorden uit mijn mond. Ja, hij was briljant al bij de start. En hij heeft, het leek wel karting. Hij heeft de een na de ander ingehaald zonder pitstopstrategie. Gewoon op de baan. Geweldig gereden. Ja, en natuurlijk extreem zuur hoe dat, hoe hem die eerste plaats is afgenomen. Ja. Maar ik heb ik begon in één keer te dagdromen bij het zien van hoe hij iedereen voorbij ging. En ik moet ook zeggen, ik vond ook, daar kan Lewis niet alles aan doen, want je bent eenmaal afhankelijk van je materiaal. En het schijnt dat ze wat motorenproblemen hadden, ondanks hun grote inzet van mensen. Maar ik zag hier de beste rijder van het veld, door het veld, slalommen. Ja. Grandioos. Ja, en ik zeg, je haalt de woorden uit mijn mond. Want zelfs voor de wedstrijd, hè, dan zie je alle beelden weer terug. Max, 2 jaar geleden in de regen, dat hij iedereen inhaalt. En ik denk, ja, dat vond ik goed. Dat vond ik niet zijn mooiste actie van het jaar. Want dat vond ik nog steeds de inhaalactie van Rosberg op Silverstone destijds. Maar goed, dit vind ik zoveel beter dan wat hij toen liet zien. Echt, nogmaals. Kees Rik vindt het eens. Ja, zijn we wel vaker. Nee, maar ik vond echt, hier reed de toekomstige wereldkampioen, de beste man van het veld. Ja, nou race ik al heel wat jaren, geen Formule 1. Maar mij is altijd geleerd, als je de leider om je heen hebt, moet je een beetje voorzichtig doen. En dat vind ik de kern van het probleem van Esteban Ocon. De leider in de wedstrijd,
geef je altijd ruimte. Daar ga je niet mee racen. Punt. Ja, wat zal ik erop zeggen? Dat ben ik met jou eens. Kijk, ik vond het natuurlijk heel bizar dat Force India nog later claimt dat het Verstappen zijn fout was. Op zijn minst kan je dan zeggen, het is 50-50. Maar ik ben dat helemaal met jou eens. Die bocht, hij heeft het recht. Dat is nou eenmaal zo'n rare regel overigens. Maar hij heeft het recht zich weer terug te brengen in dezelfde ronde als de leider. Maar om dat daar te doen... Ja, met zo'n actie. Met zo'n actie vond ik niet zo... Zo goed gekozen. Kees, en als hij dan, want hij had dan nieuwere banden, hij claimt, of men claimt dat hij sneller was dan Verstappen. Nou, kan allemaal zijn, als je dat dan bent, wacht dan even, blijf hem volgen, gooi de DRS open en rij hem dan voorbij. Ja. En dan kan Max ook, maar dit was een actie, laat ik zo zeggen, het leek nergens op. Ja, maar hij claimt sneller te zijn dan Max. De ronde daarvoor was hij 0,2 van de seconde sneller dan Max. Zwart-wit heeft hij gelijk. Maar hij rijdt op een ronde, Kees. We rijden, in rondje 40. Hij rijdt op dus een ronde achterstand. Dat is zeg maar 70 seconden. Bij mij is dat bijna gewoon een halve seconde per ronde langzamer. Hè? Ik bedoel, rijdt op een ronde, Kees. Ik denk dat jij het juiste gezegd hebt. Dat is de spijker op zijn kop slaan. Als de leider komt... Die verpest je niet zijn race. Nee. En stop. En eigenlijk zouden we er niet meer over moeten zeggen. Nou, dan doen we dat ook niet. En dan vind ik het ook jammer dat het gaat... alle commentaren gaan over eigenlijk meer van wat er na de race gebeurd is. Ja, ook daar denk ik, ik kan het helemaal begrijpen. En als iemand het boetekleed aan moet trekken daar... vind ik dat het misschien wel de mensen rondom Ocon van de FIA... en misschien ook iemand van Red Bull, maar dat moeten zijn. Want ze wisten dat het ging gebeuren. Max zegt over de radio. Jongens, ik hoop dat ik hem even niet tegenkom in het paddock. Had dan tegen Ocon gezegd, blijf heel even in de auto zitten tot Max op het podium staat. Ga dan wegen, want anders hebben we gezeur. Precies. Nou, ik ken zowel Ocon als Max al een paar jaar. Ja. En in dit geval had of heeft Ocon ook ervaring. Ja. Ja, met hoe een Verstappen kan reageren. En logisch moet ik zeggen, het hoort niet wat Max gedaan heeft. Nee, maar ik kan het wel begrijpen. Nee, natuurlijk. Maar goed, het hoort niet. Maar als je, luister eens, we praten hier over Formule 1, over de Grand Prix. Hè. Je kan die race winnen en had een geweldige overwinning geweest. Nou, dan is het logisch dat er ook een beetje emotie bij is. Hij zegt wat je zegt, notabene over de radio als ik hem tegenkom. Ja. Nou, ik ken genoeg rijders en ook Ocon, die weten wat dat betekent. Ja. Ja. Nou, en dan ben ik helemaal met je eens. Niet alleen bij Force India, ook misschien bij Red Bull. Had misschien even iemand kunnen komen. Jongens, laten we eventjes even wachten, even pas op de plaats. Maar verder moet je daar niet te veel aandacht aan hebben. Het hoort niet. Hij heeft een, laat voorzichtig zijn, glimlachen. De straf die hij gekregen heeft. Dat vind ik ook. Maar ja, straffen... Ze moeten iets doen, dus dan doen ze Goed. Straffen waren dit weekend sowieso een beetje bizar met Vettel. En dan is het argument van de reglementen zijn wat grijs. Dan doen we dat zomaar. Max is een prima kerel, dus hij zal voor het goede doel wat gaan doen. Weet je aan wie ik moest denken toen ik die Ocon zo zag lachen tegen Max? Een beetje aan die Neymar, die voetballer. Die dan een schwalbe maakt en dan de vermoorde onschuld speelt. En net doet alsof hij een gebroken been geschopt wordt. En dan boos wordt op alles en iedereen. Terwijl hij het zelf eigenlijk allemaal verpest heeft. En dat vond ik nu bij Ocon ook een beetje. Hij doet het zelf allemaal verkeerd. Zeg gewoon, jongens, sorry. Ik heb dat verkeerd gedaan. En dan kan hij ook nog voor zichzelf denken. Max, je had het anders op kunnen lossen. Hij kan toch gewoon zeggen... Ik heb dat verkeerd gedaan. Ja, precies. Hij moet verder zijn mond halen. Goed. Als we zeggen, jongen, dat is. Ik vind basta. En Max gaat die straf doen. Hij zal ervan geleerd hebben. Volgende keer wat minder aan. Maar het is wel de stijl, het is wel de spirit. Hè. En dat hoort er ook bij. We moeten meer van dat soort mensen hebben. Nou ja, nog één ding voor Basta. Dat ben ik allemaal met je eens. Maar ik vind dus dat het jammer is dat mensen zoveel over dat akkefietje praten. Terwijl we gewoon een briljante race gezien hebben. Ja, en we hebben een geweldige, spannende race gezien. Ja. En we hebben een briljante coureur gezien. Ja. Precies, en daar gaat Formule 1 over. En niet over
Ja, het goede duw- en trekwerk. Goed, Kees, wij waren in Barcelona een maand of 6 geleden. Dat is alweer meer dan 6 maanden geleden trouwens. Ja, ik weet waar je over wil beginnen. En toen hadden we het over banden en blaren op banden en de oplossing daarvoor. En als de oplossing er is, dan zijn er weer mensen. Ja, maar die oplossing is er alleen omdat het Mercedes beter uitkomt of omdat het Bi beter uitkomt. Nou heeft Toto Wolff gezegd... Laten we even voor de duidelijkheid zeggen. Wij hebben een gesprek gehad met een goede bekende van mij, die technisch basis bij Pirelli. Die daarom met zijn handen in het haar stond vanwege de blisters of de blaren, in goed Nederlands, op de banden. Ja, en dan ga verder met je verhaal. Ja, nou zegt Toto Wolff na een meeting, er zijn mensen die er geen verstand van hebben, die zich bemoeien met dingen waar ze zich niet mee moeten bemoeien. Want zo gaan we met de banden de verkeerde kant op. Nou, helemaal juist. En er zijn mensen... 6 maanden geleden niet naar ons kunnen luisteren. Ja, nou ja, goed, dat is wat overdreven. Nee, maar goed, het is wel typisch. Hè. Dat probleem is er vanaf het begin van het jaar. Dan wordt er een verhaal opgehangen. Dan krijgen we 3 wedstrijden waar een dunner loopvlak rubber, 1/14 minder rubber erop, waardoor de warmte zich anders of minder opbouwt. En nu is dan in één keer een heel item dat volgend jaar worden voor alle races die banden zo. Nou, dus ik ben het helemaal met Wolff eens. Hè. Dit is overigens in het nadeel van Red Bull. Ja. Hè, om even ons chauvinisme. Dat is in het nadeel van Red Bull. Maar ik ben het helemaal met Toto Wolff eens. Het leek nergens op. Het leek ook in Brazilië. We hebben een spannende race gezien. Maar voor een strategie waarop gehoopt wordt dat de 1 en 2 stop doet. Misschien wel een 3 stop race. Ja, nu gedwongen 3 stop. Maar het leek nergens op. Het verschil tussen de banden in levensduur was zo gering. Hè? En de hardste was helemaal niks waard. En dan heb je een rondetijdverschil van een halve seconde. Ja, dan kan je die 7 ronden verschil in levensduur nooit goed maken. Dus het is van tevoren, een kind kan de was doen. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Nee, want we hebben dus, om het even, de supersoft moet dan het kortste meegaan en het snelste zijn. Die is een halve seconde sneller dan de zachte band die ze bij zich hadden. Ja. En die ging dan een rondje of 5-6 langer mee, maar was een halve seconde langzamer. Ja. En die witte, die was anderhalve seconde en ging ook nog kapot. Want dat is wat ik dus niet begrijp. Nou ja, dus er was maar 1 keus. Die van Red Bull. Ja, nou ja, precies. En dat hadden de anderen ook. En ja, dan zie je wat Ferrari ook doet. Ja, die zijn sowieso de weg kwijt. Dat wil ik dan ook nog maar even melden, met beslissingen. En ik denk ook, en wij hebben nu hoor je meer geluiden in de paddock, maar even het incident met Vettel. Nu hoor je toch ook meer dat de druk bij Ferrari op Vettel, of dat hij eigenlijk voelt dat hij in de steek gelaten is, wat we hier aan tafel al eerder gezegd hebben, ja, dat gaat meespelen. En Ferrari was eigenlijk flop. Krijg je nog een boete ook? Ja, oké. Ja, ik weet niet of Ferrari die betaalt of Vettel zelf. Dat ook een beetje vreemd. Maar die zijn de weg kwijt. Die zijn absoluut de weg kwijt. En dan komt, en dat irriteerde me eigenlijk van de week ook. Dan komt Arrivabene en zegt, ja, we moeten Pirelli houden. Hè? Want er is nu dus die keus moet gemaakt worden tussen die Koreanen en Pirelli. Ja, nou ja, ook daar ben ik met Toto Wolff eens. Hè. Er schijnen mensen toch een eigen belang te hebben. Ja. En niet het belang van de sport te dienen. Nee. Ik heb gesproken. Ja. We zullen zo wel op het rijtje kijken waar we zijn, Kees. De Ferrari Weegbrug hebben we gehad, de FIA. De straffen waren weer een klein, maar daar willen we het eigenlijk ook niet over hebben. Nieuws, er is nog steeds een tweede zitje bij... een tweede rijder nodig bij Williams. En dat wordt toch ook een aardige soap. Ocon, ik heb het idee dat er dingen gebeuren om Toto Wolff onder druk te zetten om Ocon in die auto te krijgen. En nou wordt ook, van de week kwam er naar buiten, Kubica die wordt genoemd. Kubica zelf ontkent dat dan weer, dat hij een contract heeft. Nou ja, die had vorig jaar een contract, maar mocht niet rijden. Overigens vind ik, Kubica, ja, als hij niet naar Williams gaat, race hij waarschijnlijk nooit meer in een Formule 1 auto. Maar heeft hij wel zijn lange termijn geregeld. Want hij kan nog jarenlang bij Ferrari als test- en developmentrijder aan de slag. Ja, nou ja, als ik Kubica was, zou ik dat ook maar doen. Ja, toch? Ja, dan zou ik dat maar doen. En heel eerlijk, als ik Williams was, zou ik dat ook doen. Want met een jonge talent als George Russell, maar je moet toch ook... toch ietsje serieuzer ook voor die andere auto denken.
Maar ja, Williams heeft geloof ik zoveel problemen. Nu is ook Rob Smedley heeft zijn vertrek aangekondigd. Ik denk dat Williams heel veel problemen heeft en dat het een beetje teruggaat naar zoals het begonnen is met, hoe noem je dat, rijders die voor een zitje betalen. Ja, maar dan moet je, en dan heb je dus, hoe heet het, Force India, daar hebben ze nu gezegd dat het budget waarschijnlijk volgend jaar verdrievoudigd gaat worden, Kees. Ja. Maar dan zijn zij een serieuze, serieuze concurrent voor teams als Renault. He, dan is de vierde plek nou, in het kampioen en misschien zelfs derde, maar vierde moeten zij altijd kunnen worden dan. Weet je, geld is heel belangrijk, hè? Of is een noodzakelijk om te hebben. Maar je moet natuurlijk ook de mensen hebben. Kijk, en Force India heeft één geweldig voordeel, een groot voordeel ten opzichte van de meeste teams. Force India heeft de goede mensen, maar die goede mensen konden niet alles doen omdat ze het geld niet hadden. Zo, maar ze hoeven niet te investeren in mensen. Je ziet bijvoorbeeld Sauber, die hadden voorheen of de laatste paar jaar geen goede mensen. Daar heeft Frederik Vasseur enorm geïnvesteerd. Hè. Meer mensen, maar zowel kwantiteit als kwaliteit. En je ziet waar dat toe leidt. Maar bij Force India, die hebben dat al. Die hebben een goede structuur, die hebben de know-how. En nu krijgen ze geld om dingen te maken, om die stapjes naar voren te doen. Ja. En dat zie ik bij Williams nog niet 1, 2, 3 zitten. Nee, jij noemt Fred Vasseur en Sauber. Pechvogel van de dag gisteren, voor mij was Marcus Ericsson. Die heeft eindelijk een kwalificatie die waarschijnlijk beter dan verwacht gaat. Start ook beter dan dat hij waarschijnlijk verwacht had. En op weg naar de pits vallen er al stukken van de auto. Die stonden op de startopstelling met een soort superglue de diffuser aan elkaar te lijmen, Kees. Ja, dat was natuurlijk wel allemaal heel tragisch. Ik moest zelf denken toen ik hem zag rijden. En inderdaad kon hij daar niks aan doen, want er brak wat af. Maar ik moest zelf denken, hij heeft waarschijnlijk die eerste ronde alleen gezeten. Goh, ik ben voorin, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Want het was een beetje lachwekkend. Ja. Maar het was heel, heel spijtig voor hem. Hij had briljant gekwalificeerd en dan breekt er alles af. Ja. Wat ik ook leuk vond, is dat de naam Fittipaldi keert volgend jaar terug als testrijder bij het team van Haas. En op de grid, toen werd trouwens Emerson Fittipaldi geïnterviewd. De Braziliaan die wat mij betreft de hele autosport in Brazilië op de kaart gezet heeft. Ja. En hij zegt, ja, maar er komen eraan, want er zijn veel jonge Braziliaantjes die eraan komen. Ik denk, ja, jij hebt ook aardig je best gedaan om die eraan te laten komen. Want die familie Fittipaldi, die wordt maar groter en groter. Die van Piquet ook trouwens. Maar op zich is dat leuk voor historie. En het is ook een jongen, hij is kampioen geworden in juniorklasse. Dus het is niet ook zomaar een pannenkoek. Wel een waanzinnige klap gemaakt op Spa. Die deed pijn toen wij daar naar keken. Maar die is weer helemaal terug, zeg maar. Nee. Nou, een mooi slot, of niet? Ja, toch? Dus ben ik iets vergeten, Kees? Nee. Ik geloof het niet. Nee. Ik ben tevreden met je. Nou, helemaal goed. Volgende week zijn wij er weer. Dan kijken wij vooruit naar de laatste Grand Prix van het seizoen. Wil je nou wat weten of heb je opmerkingen? Zet het onder de film. Volg ons op alle social media kanalen die er zijn. Abonneer je op alles waar je je op kan abonneren. En dan zijn wij er volgende week weer met een klein tipje van de sluier. Gaat Max Verstappen winnen in Abu Dhabi? Normaal gesproken niet. Maar wat is normaal met Max Verstappen als hij fenomenaal is? Je weet het nooit. Ben je toch wat vergeten, hè? Toch wel? Ja. Mijn voorspelling heeft hij ook verknald. Ja. Ja, nou, dan krijgt hij van ons ook straf. Ja. Een week lang, water en brood.